Dan kijk naar opgave 2.9 van de fundamentele vraagstukken. En die opgave die luidt als volgt. Bepaal de grootte van de resultanten werkend op de hoekflensen, waarvan de richting gemeten wordt tegen de klok in vanuit de positieve x-as. Zoals gewoonlijk nemen we eerst het plaatje over met de kracht erin. En dan gaan we kijken hoe we de resulterende kracht kunnen berekenen. Nou, allereerst het stukje van de tekening overnemen. Zo. Dan zit hier netjes een plaatje op. En op dat plaatje, daar worden een aantal krachten op getekend. Dit is de eerste kracht. Dit is de tweede. En dit is de derde. Kracht. En de derde teken ik niet helemaal netjes. Ik ga hem even opnieuw tekenen. Het is die kracht. Zo, op deze manier. Ik heb het niet helemaal netjes gezegd. Ik zei het precies in tegenovergestelde richting. Dit is de eerste kracht. Dit is de tweede kracht. En dit is de derde kracht. Gevraagd wordt om de resultanten te berekenen. En de resultanten berekenen gaan we doen in dit voorbeeld door alle x- en y-componenten bij elkaar op te tellen. Dat betekent dat ik de krachten één voor één ga ontbinden. En laat ik dan maar met F1 beginnen. Van die F1 weet ik dat die een hoek maakt van 30 graden. En van die kracht F3 weet ik dat die een hoek maakt die gegeven is in de vorm van een driehoek, een 3, 4, 5 driehoek. En F2 die staat loodrecht naar beneden. Ik ga het referentieassenstelsel er niet intekenen, maar ernaast. Dat is de positieve y-richting en dat is de positieve x-richting. Je ziet dat alle krachten naar beneden zijn gericht. Dus dat betekent ook dat we dadelijk een resulterende kracht krijgen die naar beneden staat. En in de x-richting geldt dat niet zo dat alles naar één kant is, maar F1 staat naar links en F3 staat naar rechts. Dus dan moeten we nog even kijken wat daar als resultant uitkomt. We gaan beginnen met F1. F1 is groot 700 newton. En die gaan we ontbinden in de richting, in de Fx-richting, in de x-richting en de y-richting. Daartoe ga ik de kracht even nog een keer opnieuw tekenen. Die maakt een hoek van 30 graden. 30 graden. En die is 700 groot. Dat betekent dat ik mijn Fx, mijn F1x, 1x, dat is de cosinus van 30 graden keer 700. En mijn F1y is de sinus van 30 graden keer 700. Van de onderste weten we dat de sinus van 30 graden is een half. Dus dit wordt 350 newton. Van de bovenste pak ik toch even mijn rekenmachine erbij. En daar voer ik in de cosinus van 30 graden. Jullie weten natuurlijk wel dat het een half wortel 3 is. Maal 700. 606. 606. Newton afgerond. De tweede kracht die ik moet ontbinden, die is wat flauw, maar die gaat als volgt. De grootte is 400 newton en die staat maar één kant op gericht. Die is namelijk naar beneden. En misschien moet ik een kleine aanpassing maken, want F1, de grootte van F1 is weliswaar 606. Maar die is wel negatief. Dus dadelijk, als we de som gaan berekenen, dan komt daar een negatieve waarde voor terug. F2x, die is 0. F2i, die is 400. Naar beneden. Die kant ingericht. En deze is ook
606, die is naar die kant. En deze 350 is naar beneden. F3 nog ombinden. F3 is de grootte is 600 newton. Ik teken het plaatje nog even ernaast. Dat is deze kracht. En daar werkt onder een hoek. Die werkt onder een hoek van 3, 4, 5 driehoek. Zodat we nou, de x- en de y-krachten redelijk eenvoudig kunnen ontbinden. F3x is 3 vijfde keer 600. En dat is 360 newton naar rechts. En F3y is 4 vijfde keer 600. En dat is 480 newton naar beneden. Oké, okay, we hebben alle krachten ontbonden en we gaan ze maar optellen. Daar gaat hij. Dat is eerst de som van alle x'en. De som van alle x'en. Dat is min 606. Want die staat naar links. En in ons referentieassenstelsel hebben we de x naar rechts als positief genomen. Dus 606 naar links betekent dus een negatieve waarde. Min 606 plus 0, want in de x, de F2 die is weliswaar ontbonden, maar in de x-richting is die 0. En F3 is 360 newton naar rechts. En als ik dat bij elkaar optel, dan komt daaruit 360 min 606 is min 246. Let op, dat is afgerond. Ja, eigenlijk had ik moeten rekenen. Ik ga nog één keer opnieuw doen. Is 360, die waarde is exact. Min deze waarde. En het levert uiteindelijk op min 246,22. Maar ik laat toch de 246 staan. Min 246. De som in de y-richting wordt allemaal negatieve waarden. Dus overal staat negatief bij. En de eerste is min 350. De tweede is min 400. En de derde is min 480. En als ik die bij elkaar optel, wordt het min 350, min 400, min 480 is min 1230. Min 1230 newton. En als ik het dan teken ten opzichte van mijn groene assenstelsel, referentieassenstelsel, dan komt het er zo uit te zien. Min 246, min 1230. Dus mijn resultante is naar linksonder gericht. Oké, okay. Hoe groot is die dan? Nou, daarvoor kennen we de ABC-formule. En die zegt eigenlijk mijn resultante kracht is de wortel uit 1230 in het kwadraat plus 246 in het kwadraat. En als ik dat dan uitreken, de wortel uit 1230 in het kwadraat plus de exacte waarde, deze. Haakje openen. Oh, nieuw. Haakje openen. Haakje sluiten in het kwadraat. Uitgerekend 1254. 1254 newton. En nu moet ik nog de hoek berekenen. Nou is de vraag, welke hoek nemen we? Nou, we moeten de hoek in ieder geval uitrekenen ten opzichte van de positieve x-as. Als ik deze hoek uitgerekend heb, als ik die hoek weet, dan weet ik ook de hoek ten opzichte van de positieve x-as. Dan ga ik toch een klein stukje
Laat mijn referentieassenstelsel erbij tekenen. Zo. Want de totale hoek die je moet weten, die loopt. Zo, op die manier. Maar ik weet natuurlijk al dat als ik deze hoek heb van daar naar daar, die is 180 graden. Dus dan hoek alfa is, de totale hoek is hoek alfa plus die 180 graden. Die hoek alfa kunnen we uitrekenen, dat doen we met de tangens, of de inverse tangens. Ik schrijf hem meteen in de juiste formule op. De inverse tangens, min 1, van. Ik moet deze hoek uitrekenen, dus dan is 1230 de overstaande zijde en 246 de aanliggende zijde. 1230 gedeeld door 246. En daar komt uit de inverse tangens van 1230 gedeeld door 246. Het ziet er misschien wat ingewikkeld uit. Anders krijg ik een negatieve waarde daar staan. Dat mag niet. Dus die min heffen elkaar op. Daar komt uit 78 graden. 78,68. Laat ik er 79 van maken. 79 graden. En daar moet ik nog 180 bij optellen. Dus de totale hoek is 180 plus 79, moet ik het wel netjes opschrijven, plus 79 is 259 graden.